De Erasmusbrug bestaat 20 jaar. Daarom zitten we de komende weken hoog. Twee Rotterdammers ontmoeten elkaar boven in de brug. Antoinette Schulderman is journalist. Ze werkt voor de Volkskrant Linda en schuift aan bij De Wereld Draait Door. Ze is van Rotterdam. En daar hoef je je tegenwoordig niet meer voor te excuseren in het Gooi. Haar boodschappen, die doet ze in de Markthal. Winnie Maas, architect, is de ontwerper van die Markthal. En de bedenker van de trap bij het Groothandelsgebouw. Een veelgevraagd man, wereldwijd. Een man die zo hoog bouwt, kan onmogelijk hoogtevrees hebben, toch? Good Lord. Oeh, kut. Ik stoot dus mijn hand. Echt niet voor mij. Oh ja. Zo mooi. Lukt het? Ja. Zo. Oké. Zo, te gek is dit, hè? Ja, het is wel erg mooi. Je staat in de bocht, hè? Waar woon jij? Kan je daar ook? Daar. Kan je oriënteren? Ergens is er een blauw huisje. Kunt het denk ik net zien. In welk deel van de stad? Middelland. Oh ja. Behoorlijk mixed. En jij? Ja, ik woon echt op het Wijnhaveneiland. Oh, mooi. Dus dat kan je gelijk hier zien. Oké, maar je kunt niet zwaaien naar je huisgenoten. Nee, want ik zie tussen die drie witte flats door zie ik de tuien van de brug. Ja. En net niet het hoedje. Ja. Grappig, hè? Dus je hebt er altijd op gewild hier. Ja, lijkt me te gek. Ik wist niet dat dit bestond. En een vrienden van mij wonen sinds kort in de Rotterdam. De 13e. Dus daar kan ik wel echt naar zwaaien. Hi. Ja. Je kunt het hoedje optillen, zie je dat? Dat wist ik niet. En dan ga jij natuurlijk allemaal gelijk naar kijken als je dit. Hier zijn vier van die. Dat is mooi. Dat is prachtig. Waanzinnig. Dat is echt cool. Dat moeten we elke flat doen. Ja. Wat hoger wordt. Nou, of dat je een huis hebt dat je een soort dakterras hebt. Dat je gewoon het dak zo eventjes omhoog kan doen. Zo, moet je kijken. Wat gek dit is. Ja, dat is echt wel cool. Ik heb wel altijd een beetje hoofd geweest hoor. Zeggen ze dat architecten dat niet hebben, maar ik vind jou. Ik vind mij wel stoer. Waar heb je dat wel? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja, eigenlijk wel. Kan ik daar wel eens bij sommige mensen een keer angst hebben. Ik herinner me nog zo'n kathedraal in Barcelona van Gaudi. Ja. En die heeft van die schachten zo. Ja, dat ben ik ook wel eens geweest. Dat is wel heftig hoor. Ja, klopt. Kun je zo eruit schuiven? Nou, dat laat je fantasie. Heb dan erin. Waar hou jij daar ook rekening mee als je ontwerpt? Dat je zegt van niet hoger dan dat, want dan kunnen de meeste mensen vinden dat eng? Of? Nee, de hoogte, dat is voor mij persoonlijk, dan vind ik dan nog mee te leven. Met meer dat je, kijk, op de Euromast heb je ook geen last ervan. Dus je weet hoe je dan de afstand moet houden en geven tot aan de gevel. Dat vind ik bij de Rotterdam ook al mooi opgelost. En dat die hoogte. Hoe dan bij je? Nou, door net de hekwerken hoger te houden, door schuifdeuren te maken die dan niet naar buiten openen, zodat je dat ook niet naar buiten hoeft te hangen. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen om te doen. Bij anderen is dat nog meer, door echt dat balkons te maken die wat uit. Dus je hebt natuurlijk in de markt wel ook wel ramen gemaakt waarbij je zo naar beneden kunt kijken. Ja. Dus je moet wel vertrouwen op techniek. En dat getest hebben, heel veel, heel hard. Ja. Dan ben ik er ook geen last van. Dus maar bijvoorbeeld in de markt, want ik ben ook een paar keer bezig kijken toen ben ik. Ben je boven geweest? Ja, ja, ja. En dat je zo naar beneden kijkt door de markt al in. Dat vind ik helemaal te gek. Maar vind jij dat dan eng als je daar? Nee, niet meer. Nee, maar dus in het begin, nou, in het begin moet je dat even testen. Ja. Dat is dan. Maar je hebt. En ik wist al. Er was nog geen glas voor misschien. Toen was er nog geen glas voor. Ja, ja, precies. En toen zijn die glasplaten getest. En nog een keer en nog een keer. En dan weet je het ook, dan vertrouw je er gewoon helemaal op. En dan is het nou ook echt geen enkel punt. Maar Winnie, hoe vind je dat het met de markt al gaat? Want in oktober bestaat hij 2 jaar. Ja. En veel van die ondernemers moesten ook een contract tekenen voor 2 jaar. Ja. En ik kom er heel vaak, dus aan mij zal het niet liggen, want ik ben er dol op. Maar ik ben ook dol op de wat duurdere kramen. Ja. En de man die groenten en fruit en soepen verkocht is helaas al weg. En ik kom veel bij dat fresh food waar ze vlees en. Ja, FFF. Ja, dat vind ik ook te gek. Maar er zijn al echt een aantal die ik leuk vond, goed vond, die zijn al weg. Ja, bloedjammer. En die, ook voor mij komt dat een beetje als ik daar kom. En ik denk ook dat het heel wel erg van belang is dat er die mengeling blijft. Hè? Dus, en die mengeling geldt ook voor het gaan eten.
en kopen van dingen. Dus ik vind ook niet dat er meer dan 50% van zeg maar, eetkramen zouden moeten zijn. Volgens mij zijn de meeste mensen al over eens. Ja. En, want dat heb je bij andere markthallen in München bijvoorbeeld, is dat ook helemaal 100% van restaurantjes geworden. Ja, dat is daarmee gewoon een soort eetschuur. En dat heb je natuurlijk in de hallen in Amsterdam ook. Ja, ja. En dat is eigenlijk vernakend. En je bent ook van plan om nog meer, je hebt natuurlijk de trap gemaakt, maar om nog meer daken en nog meer bruggen boven de stad te maken, toch? Als ik het goed. Die trap was eigenlijk een soort ontdekking. Dus daar ook al een beetje verlangen van langere tijd gereden. Maar ook dat mogelijk de ontdekking was dat zoveel mensen hem gingen gebruiken. Ja. Dat vond ik echt. Dat is ontroerend. Ben je erop geweest? Nee! Nee, maar de weinigen. Maar ja, echt een van de weinigen. Ja. En elke keer zeggen, oh ja, ik wil nog naar de trap. En toen was de trap er niet meer. Maar nee. Ja. Daarom probeer ik hem permanent te maken. Ja, graag. Maar nee, de tijdelijkheid heeft ook gezorgd dat het wel heel druk was. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar dat was het wel een beetje. Maar ja, dit wordt al gezegd, dit is het coolste dak dat we kunnen hebben natuurlijk met elkaar. Maar dat was een ontdekking, om de daken te ontdekken. En eigenlijk dacht ik, dat moet je een beetje uitvergroten. In twee manieren, door hopelijk permanent bepaalde plekken te hebben. En om ook een appel te doen op andere mensen om het beter te gebruiken. De gemeente heeft natuurlijk al wel een soort beleid, hè. We maken onze daken groener. En ook om het regenwater wat vast te houden en om meer isolatie te hebben. Dat zie je daar bijvoorbeeld gebeuren bij dat nieuwe gebouw. Hè, En dat vind ik heel mooi, maar ook om het nog meer te bewonen. Want er kunnen best wel meer mensen kunnen in die stad, vind ik. Dat je er nog bovenop bouwt. Ja. Ja. Dat zou ik wel goed vinden. We zijn hier in Amsterdam, dus we kunnen gewoon wat meer vrijheid is denk ik wel goed. En meer mensen in de stad, ik vind het wel leuk. De Erasmusbrug bestaat dus 20 jaar. Daarom duiken we iedere week ook even in de geschiedenis van de Zwaan. Vandaag hoe de brug met regelmaat in het nieuws kwam. Er kwam een flinke storm. En toen begon die zachtjes te wieken en dat ging harder en harder. En dat was echt heel erg angstig. Want je dacht, nou hij begeeft het, wat gebeurt er? Ja, ik schrok enorm. Ik dacht van, my god, wat is hier aan de hand? De Telegraaf, die riep, de trots van Rotterdam verandert in een wapperende vaatdoek. Als je een bepaalde soort regen hebt met een wind, dan kunnen die tuien de regen zo om zich heen vormen dat ze daardoor gaan trillen. En wat we eigenlijk binnen een hele korte tijd hebben gedaan is de schokdempers die wat verlengen. Oké, volg mij dan. Dit is de plek waar de achtertuien eigenlijk binnenkomen van de brug. Die bestaan in werkelijkheid uit vier verschillende tuien die weer uit 127 kleine kabeltjes bestaan. En van die 127 kabeltjes in deze zijn er drie uitgeschoten. Die zijn eigenlijk als het ware door de kracht, door het resoneren van de brug tijdens de dancebreed ingeschoten. Er zitten er zoveel in dat die krachten, dat die brug die is daar, die kan dat wel hebben. Het grappige is dat de jaren daarna, ik kreeg een heel protocol mee. DJ's die mochten absoluut niet in dezelfde beat draaien. De bassen moesten er worden uitgedraaid. En alle verkeersborden en stoplichten die werden van de brug gehaald. Omdat die als referentiepunt, dan zag je te veel dat die brug op en neer ging. Dan zouden mensen zeeziek kunnen worden. Je vraagt zoveel over Rotterdam en dan aan mij. Wat vind jij van Rotterdam? Nou, als je dit zo ziet, wat ben je dan, denk je van nou is het klaar? Nee, daar ben ik met jou eens, wat ik een beetje over jou begreep. Dat jij vindt dat het nog lang niet klaar is en dat je ook nooit klaar moet zijn daarmee. Nee. Dat vind ik ook. Ik word natuurlijk af en toe wel gek van de praktische, dat alles open ligt. Ja. Maar dat heb je in veel steden zo. En ik vind het juist heel bijzonder dat we allemaal hele verrassende nieuwe. Elke keer kom je weer iets anders. Het hoeft niet per se heel erg met elkaar te maken. We hebben allemaal heel bijzondere gebouwen. En wat ik leuk vind. Maar ik vroeg me af of jij het ook hebt, want ik ben hier niet geboren, ik ben in Drenthe geboren. Maar ik voel me wel echt een Rotterdammer. Jij bent ook niet geboren in Rotterdam. Nee, ik ben niet geboren. Maar ik ben benieuwd hoeveel mensen er werkelijk zijn geboren in Rotterdam. Ja, dat is een beetje New York-achtig. Nou, ik denk veel. Maar ik voel me wel Rotterdammer. Waar we nu heen kijken, naar Zuid, dat is wel allemaal echt authentiek Rotterdam, denk ik. Voor een deel. Ook niet helemaal hoor. Ook omdat er ook heel veel mensen komen vanuit allerlei
landen. Ja, dat is en, waar. Dus, dat is de, ja. Maar, en ook zeg maar hier in de Kopverzijde is natuurlijk ook wel wat gebeurd. En ik heb een tante, die woonde vroeger, en die woonde op, die kwam ook uit Brabant en die had, ging ook wonen daar in Pendrecht. Dus daar, dat was mijn eerste confrontatie denk ik met Rotterdam, dat ik daar ging logeren. Ja. Maar je vraagt of ik me Rotterdammer voel, dat denk ik wel. Ik verdedig de stad behoorlijk. Ik ben een beetje toch een ambassadeur, ja. Wat publieker geworden, maar ik vind ook oprecht een prettige stad. En ik vind ook, omdat het ruimte biedt, ik heb het nooit benauwd hier. Maar valt het jou op dat je het steeds minder hoeft te verdedigen? Ja, dat is waar. Het is veel internationaler, ook meer, ook in het buitenland. Als je zegt van waar kom je vandaan, dan zeg ik niet Nederland, dan zeg ik gewoon Rotterdam. En dat is gewoon bijna vanzelfsprekend. Ja. Dat, maar ook in Nederland zelf merk ik van, nou ja, weet je wel, ik werk dus in de mediawereld, dus ik moet of in Amsterdam zijn of in het Gooi. En het was altijd zo van, wat woon je in Rotterdam? Waarom, weet je wel? Dat is nog steeds wel, maar echt wel minder. Ja. Dat mensen zich echt verbazen dat je niet in Amsterdam woont of gaat wonen of... Ja. Dat in elk geval niet heel graag zou willen, maar dat ik echt gewoon echt wel heel erg bewust gekozen heb dat ik in Rotterdam wil blijven. Dat is toch prettig ook voor, misschien levert het nog wat op voor de stad, maar ook voor jezelf dat je dat toch, of vind je dat vervelend dat ze nu mensen in één keer jou gaan zeggen dat van, oh dat is het begrijpen. Nou, ik merk wel dat ik een beetje denk van, ja nu vinden jullie het ineens ook leuk en toen vonden jullie het allemaal gek ofzo, dat het een beetje hip begint te worden en dat iedereen doet alsof ze Rotterdam al heel lang cool vonden, terwijl ik denk, nou wij vonden het cool ofzo, dat gevoel heb ik wel een beetje. Ja, ja. En ik merk gewoon heel erg waar ik woon. Wat er ongelooflijk veel toeristen er komen en dat het echt zo hot is wat dat betreft. Ook, het heeft natuurlijk op veel mooie lijstjes gestaan internationaal. En dat merk je ook, joh, het is wemelt van een toerist. Ik ga het op een gegeven moment om Amsterdamse toestanden, zei ik laatst tegen mijn vriend. Van, je staat de hele tijd iedereen te wijzen waar de markthal is. Want die valt niet zo op, gek genoeg, als je er vlakbij staat. Hè? Hoe vaak ik mensen wel niet heb aangewezen. Dus waar is die? Om de hoek, daar gewoon. Ja. En dat is echt zo. Ze zien hem dan niet. Maar hij zit natuurlijk. En hij zit natuurlijk inderdaad net om de hoek van de Blaak. Ja, dus dat is grappig. Dat klopt. Zo'n enorm ding, wat dan eigenlijk een beetje verstopt staat. Grappig, ook nog. Ja. Een groot gebouw bijna onzichtbaar toch. Ja, dat vind ik grappig. Ja. Dat is ook Rotterdams. Ja. Omdat we zo'n grote gebouwen hebben waardoor het ook net niet precies te zien is. Dat is ook wel eigenschap, denk ik. Van, je weet ook niet precies waar iets staat. Natuurlijk aan de rivier wel. Maar... Ja, ik heb niet zoveel last hoor, van dat nieuwe toerisme hoor. Dat vind ik nog niet zo Amsterdams hier. Maar dat komt misschien waar jij woont. Ja, wel natuurlijk. Wat ik bijvoorbeeld ongelooflijk gaaf vind, is dat bij ons op Middellandstraat, dat er een aantal tentjes komen, zoals dates bijvoorbeeld. Hè, van die meiden, die Marokkaanse meiden die dan dat beginnen. Dat is natuurlijk al ongelooflijk leuk. Ja. En dat je daar een andere, dat er een andere mengeling gaat ontstaan. Dat is alleen maar... Dat trekt ook weer mensen aan, merk ik hoor. Daar komen ook weer nieuwe dingen aan. Ja, want ik ben toen ik studeerde hier aan de universiteit en toen woonde ik op de Korte Bajonetstraat. Ah. Dat is een zijstraatje van de... Ja, dat is ook die. Ja, maar dat was toen echt niet zo'n leuke tijd. Ah. Toen werd ik echt heel veel lastig gevallen ook, merkte ik wel en zo. Ik voelde me daar echt niet op mijn gemak. Voelde me een beetje weggejaagd uit die buurt wel. Mm. En nu als ik er kom, merk ik dat die buurt zoveel leuker al geworden is. Echt een verschil. Ja, ik heb altijd al geroepen dat een keertje dat het oude Westen is, dat is bijna de nieuwe Jordaan van Rotterdam. Ja. Omdat het zo'n kleinschalig is. Een kleine straatje, hartstikke leuke straatjes. Een beetje raar soms met die stadsvernieuwing. Maar nu met meer met losse huisjes erin. Dus dat is wel een spannend gebied. Dat heeft wel meer potentie. En of je dat wil of niet wil, dan moet je dan maar een referendum over houden. Want dat is denk ik wel in ieder geval een debat waard. Maar het wordt inderdaad wel veiliger en beter. Vooral dat veiliger is wel belangrijk, denk ik. Dat vind ik wel hoor, dat die buurt dat doet. En dat jij nu ook de toeristen struikelt. Ja. We hebben nog maar één dubbeldekker. Dat valt nog best mee. Nou, maar we hebben een dubbeldekker. Dat vind ik al hilarisch. Een chockerend. Ja, dat was het. Ik moet niet Rotterdam tours. Rotterdam, dat gaan we ook krijgen. Ja, dat is inderdaad. Ik heb het gevoel dat ze dat ook alleen maar ingezet hebben om het... om zichzelf een beetje op te kloppen. Ja, dat is wel humor. Er zitten mensen in. En ik vind het grappig, mijn zusje woont in Engeland. Yeah. En die is wel geboren in Rotterdam. Yeah. Maar die vond, Rotterdam, daar miste ze niet zoveel aan. En toen was ze laatst met haar dochter en haar vriend hier. En hij was hier nog nooit geweest. En toen was ze echt ook, ging ik dus heel erg mijn zusje rondleiden van, kijk nou, het is wel een leuke stad. Okay. Maar ze was ook echt zo verbaasd over hoe het zich ontwikkeld had, eerlijk gezegd. Maar het was heel lang niet meer geweest dan. Ja, ze was al een tijd niet meer geweest, Ja, dat is zo. Ja, ik ben ook benieuwd naar de komende tijd.
hoe dat dan verder gaat. Daar moet wat gebeuren rondom Feyenoord. We zien een heel leeg gebied. Jij vindt toch ook dat die Kuip anders moet? Ja, hij is sowieso is die druk niet echt opgeknapt na die vorige verbouwing. Dat is natuurlijk wel één. En hij is te klein, hij is niet veilig genoeg, hij is niet helemaal bruikbaar. Dus en het idee om een nieuwe te maken aan de Maas vind ik wel, dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. Daar heb ik een beetje bijgedragen. En dan wordt hij ook wat meer zichtbaar. En dat die oude Kuip dan zeg maar een soort Olympisch Stadion gevoel gaat krijgen daarmee. En dat je dat als wisselende sport- en evenementencomplex kunt gaan gebruiken. Wat omringd wordt door nieuwe woningen. Ja, dat vind ik wel cool hoor. Dat wij een stad hebben waar dat stadion daar gewoon midden in de stad gaat liggen. Ja, en niet zoals Bayern München buiten in de periferie ligt. Ja. Omdat je tegen de hooligans wil strijden. Heb je dan een voorbeeld van een stad waar dat wel goed... Londen heeft natuurlijk ook stadions in de stad. Ja, en ik denk dat Istanbul het ook heeft. Edirne. Dat vind ik prachtig. Hoe zelfs de torens om het stadion kijken gewoon dat stadion in. Dat is zo ongelooflijk leuk. In Londen ben ik ook wel een paar keer bij voetbal geweest. En dat is wel tof dat je inderdaad, wat je ook bij Sparta hebt eigenlijk. Ja, precies. Je gewoon vanuit de wijk... Zit je nog wat te drinken en loop je zo het stadion. Hoppakee. En wat je eigenlijk met mijn clubje Excelsior ook wel hebt. Ah, dat is jouw clubje? Ja, dat is mijn clubje. Ah. Daar loop je ook zo heen. Ja, maar er mag nog wel ietsje meer daar. Ja, die dijken met die groene gebiedjes eromheen. Jawel, maar het is wel bereikbaarder dan dit is wel echt inderdaad een stadion verder weg. Een beetje weg, hè? Dat is een... ik vind het zeker vind ik voor zo'n club die zo bij de stad hoort. Ja, dat vind ik ook. Dus dat vind ik een heel... Heel spannend plan. Zeker als het dadelijk ook nog even omgeven is het met woningen. Het mag best een soort nieuw Vreewijk zijn. Het hoeft helemaal geen toren, het zal alleen maar te zijn. Dat zou wel heel cool zijn als we als stad dat kunnen. Dat ook weer nog een, op zijn Sparta's dan, zoals jij zegt, het kunnen integreren. Ja. De Erasmusbrug. Dankbare figurant. Jij bent locatiescout. Wat houdt dat in de praktijk in? Een locatiescout zoekt de locaties voor televisie, film en fotoproducties. En dat doet hij normaaliter door lekker de straat op te gaan met zijn camera en plekken te zoeken. Hoe belangrijk is de Erasmusbrug? Voor Rotterdam is het echt een enorme impuls geweest voor de film, foto en televisieproducties die naar Rotterdam kwamen. De film Who Am I van Jackie Chan uit 1998 is wel de bekendste speelfilm, zeker internationaal gezien, die zich op de brug heeft afgespeeld voor een groot deel. Autocommercials doen het hier ontzettend goed. En dan wordt de brug of afgesloten of op shot geblokt. Dan kan de brug eigenlijk gewoon open blijven. Maar als het shot wordt gedraaid, staan de verkeersregelaars. En die houden het verkeer 2 à 3 minuten tegen. En na de scène opname kan het verkeer weer door. Dat was een film voor Don Diego Poeder. Die had een scène waar iemand op de reling van de Erasmusbrug staat. Ja, dat vond de gemeente Rotterdam wat gevaarlijk voor de automobilisten die langsrijden. En toen hebben we bedacht om er gewoon zwart doek voor te spannen. Dus de brug is voor de helft afgedoekt. Maar die brug speelt dus een hele belangrijke rol in jouw werkende leven. Ja, ik zeg dat vaak wat gechargeerd en op verjaardagen met een biertje op maak ik er wel een grapje van. Maar ik verdien eigenlijk gewoon geld aan die brug. Maar hoe woon jij, Winnie? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Ja, dan doe ik op de persoonlijke afdeling. Het persoonlijke element hoort ook altijd in een gesprek. Ja, maar het is de vraag of je dat in een openbaar gesprek moet doen. Maar ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. En die zijn er nu allemaal. Echt deze dagen. Ze zwerven een beetje over de wereld. Dus zijn ze geboren in Rotterdam? Ze zijn allemaal geboren in Rotterdam, ja. Oh, ja. In het ziekenhuis daar. Met uitzicht op het park. Waar nu het collectiegebouw gaat komen. Ja, wil je wat drinken? Want ik, lekker. Het is best warm. Moet ik koffie gaan zetten? Of wordt het koffie heb ik geen zin in. Wordt het iets uit deze coolbox? Ja, kijken wat erin zit. Zero. Full. Heineken. Ja, dat zou ik best lekker hebben, een biertje. Maar als ik die trap nog af moet, doen we maar water gewoon. Ja, thanks. Durf jij ook niet aan dat biertje zeker? Nou, ik heb straks nog een moment op het strand, heb ik afgesproken. Okay. Maar jij, heb jij kinderen? Nee, bewust. Dus die kunnen heel bewust? Ja. Dat kan. Het is geen zielig verhaal. Nee, ik heb geen kinderen. Wel een leuke vriend die zelf wel kinderen heeft.
hele leuke kinderen overigens. Ja. En wij wonen vlak bij elkaar. We wonen 5 minuten lopen van elkaar. Dus dat is wel grappig. Mooi. Ja. We zijn echt buurtbewoners. Ja, we zijn echt buurtbewoners. Werkt dat ook dan, dat je dan in elkaar in de buurt woont? Nou, en je dan ook wel meer buurt ervan maakt daardoor? Ja, nou ja, in die zin wel. Want we spreken vaak af op een terras dat precies in het midden ligt. Want hij schrijft boeken. En dus hij is ook veel thuis aan het werk, aan het schrijven. Ik ook. En dan kunnen we best wel hebben dat we om 1:00 of 6:00 naar elkaar zo bellen van, nou, zullen we er eentje halen? En dan zitten we 5 minuten later in het midden op het terras bij Fjord. Dat zit daar bij het Koopvaartplein. Met dat geweldige beeld van Zadkine waar ik nog steeds niet op uitgekeken ben. Nee. Dus waar ik dus ook heel erg in de stress raakte, ja, toen ze van plan waren om die te gaan verplaatsen, ja, naar het gebouw bij het station. Ik geloof niet dat dat nu aan de orde is, dus mooi. Maar goed, dus dan, in die zin werkt de buurt wel. Maar je komt elkaar nooit tegen, dat is ook wel weer gek in de buurt. En op het terras, dan commentariëren in elkaars werk? Zijn het nieuwste fragment? Of nee? Nou ja, ja, hij is nu net met een nieuw boek bezig, ja, wat half september uitkomt. En dan lees ik wel mee, ja. En dan kan ik wel zeggen van, zus of zo zou ik het doen. Of ik vind hem gewoon heel goed hoe hij het doet, dus ja, ik heb er niet zo heel veel op aan te merken. Maar het is wel lekker om mee te lezen. En als ik een groot interview maak, vooral voor Volkskrant Magazine, dan vind ik het wel prettig om zijn. Want het is altijd lekker om het even aan iemand te laten lezen. Vooral omdat. Dat herken ik wel. Ja. Ik ben ook, ik vind het prettig van anderen inderdaad kritiek te horen. Van mijn vrouw. Nou, vooral ook omdat, dat herken jij waarschijnlijk ook, als ik iemand ga interviewen, dan bereid ik me zo goed voor. Dan weet ik eigenlijk alles van iemand. Dus dan misschien dat je dan ook veel dingen houdt voor, dat weet iedereen wel. Ja. En als je het dan maakt, dan vind ik het prettig om aan iemand te laten lezen die misschien, ja, die niet al die voorkennis heeft van, begrijp je het allemaal wel? Of denk je van, waar komt dit vandaan? Of zo. Ja. Want ja, dat heb je gewoon als je 3 weken met iemand bezig bent, dan denk je, oh, dat weet iedereen al, maar dat is natuurlijk niet zo. Met dat artikel bijvoorbeeld, waar je dan aan werkt. Ja. En ik had laatst bijvoorbeeld een interview gemaakt met Casper van Eyck, die specialist in alvleesklierkanker in het Erasmus MC. Dat is natuurlijk best een ingewikkeld onderwerp. Dus dan wil ik het ook wel zo beschrijven dat ik bedoel, het is voor de Volkskrant lezer, die snappen veel. Maar nou ja, dat het niet afstoot of zo voor mensen om door te lezen. Dat ze denken, oh, hier heb ik geen zin in, het is te ingewikkeld of zo, weet je wel. Maar je laat wel de toon van hem heel erg uitkomen, van zo'n interview? Ja, dat is wel wat ik vaak hoor van mensen, dat ze zeggen van, ik hoor mezelf echt praten. Ja. Dus als jij een bepaald woord heel vaak gebruikt, dan verwerk ik dat zeker in de tekst. Ook al vind ik bij wijze van spreken niet een heel mooi woord. Nee. Maar dan hoor je, mensen die jou kennen, die horen je dan. Snap je? Mooi. Ja, dat vind ik wel, en dat lukt volgens mij wel. Je bent heel erg direct. Je bent heel, dat lijkt me ook heel prettig als interviewer. Ja, ik bind er geen doekjes om wat ik wil weten. Dat wordt dan heel snel als Rotterdams aangemerkt, weet je dat? Ik krijg heel vaak te horen van, oh ja, je bent echt zo'n Rotterdamse interviewer. Je vraagt alles, maar credo is van, ik mag alles vragen, ja, en je hebt ook het recht om niet te antwoorden. Als je geen antwoord wil geven, oké, en ik zal nooit heel impertinente vragen stellen. Hoewel, soms een klein beetje. Maar zijn er veel interviews per week, per jaar? Nou, nee, ja, dat echt die grote interviews voor Volkskrant, zo'n magazine bijvoorbeeld, dat doe ik maar 1 keer in een paar maanden. Dat kost gewoon heel veel tijd. Ik werk als freelancer. En ik doe heel veel voor Linda, het blad Linda. En daar doe ik ook grote interviews voor. Dat nemen ook veel tijd. Dus ik werk wel heel veel. Echt, ja, ik vind het ook ontzettend leuk. En het is ook, als je naar huis werkt, dan werk je nog meer. Want dan kan je ook s'avonds nog even in het weekend, weet je wel. Daar stond iemand dat terras dan. Ja, ja, precies. Ja, dan ga ik soms weer terug. Ja. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Vind ik leuk. Maar soms ben ik wel interview moe, merk ik, weet je wel. Dan moet je weer in iemand verplaatsen. En ik interview over het algemeen alleen bekende mensen. Dat kunnen sporters zijn, of mensen uit de mediawereld, architecten, nou ja, oncologen. Echt uit allerlei gebieden, schrijvers doe ik ook vaak. Maar ja, je moet je toch elke keer weer in iemand verdiepen en weer alles over iemand lezen. En als iemand boeken heeft geschreven, al die boeken lezen, weet je. En het is wel leuk, maar soms denk ik ook, wat moet ik nu vragen? Dat kan me best wel voorstellen. Dat kan je soms, soms wel. Dat je daar dat echt wel eventjes voorbij is en dan even niet helemaal terecht hoor, helemaal prima. Ja, ik ga nog even een paar foto's maken. Wat moet je doen? Want nu we hier toch staan. Ik denk namelijk niet dat ik nog een keer omhoog ga klimmen. Ik denk niet dat... Die 140 meter. Nee, nou, ik zou het wel een keer willen doen. Dan, ik vind het wel een goed idee hoor, dat dit gebeurt. Dat je dit panorama bieden en deze gekke plek.
Want je hebt die stad aan je voeten, dat is waar. En je zit er middenin. Nou, en je bent op de helft, zei je net iemand, dat is zo. Je hebt daar noord, daar zuid, dus we zitten in een soort... We zitten op het water, een soort, net niet allebei, dat vind ik leuk. Ja. Je bent hier als je beneden op de brug bent. En weet je eigenlijk, ik heb wel een keer voorgesteld om daar een toren te maken die 2 keer zo hoog is als dit ding. Echt? 400 meter, dan heb je nog meer dat gevoel dat je omheen kunt. En wat zeiden ze toen? Nog even wachten. 400 meter. Tot hoeveelste verdieping ga je dan? Ongeveer 100, 120 verdieping. Zo. Ik ben een keer in dat penthouse van 100 hoog geweest. Dat vond ik ook al vrij hoog. Waar was dat? Dat penthouse van 100 hoog. Bij 100 verdiepingen hoog. Maar dat is, die naam kende ik eigenlijk nog niet, als 100 hoog. Ja, dat is 100 hoog heet het. Ah. Waarom ben ik er nog nooit geweest? Waarom ben jij er nog nooit? Nou, vertel het eens even, Winnie. Ik hoor daar niet bij. Ik ben niet zo heel belangrijk. Hij is leuk. Aan je voeten ligt hij. Die stad, hij is wel cool. Ik wil een zwaan. Ik wil een zwaan. Rond de opening in 1996 zong Arie van der Krocht een lied over de Erasmusbrug. Want anders gaat de hele stad eraan. Zijn kritische De Zwaan werd een instad klassieker. Eerst is er een maloot en die tekende een zwaan. En Bram en alle man die kleeft eraan. 20 jaar later een vervolg. Vandaag het 7e couplet. 20 jaar al trap ik tegen alles aan. Maar dit is een ode aan de zwaan. Die brug die is best stevig, maar toch gaat het verkeerd. Als er in grote groepen overheen wordt gemarcheerd. Een peloton met mariniers van meer dan 100 man. Die stappen veel te stevig en daar houdt Sjaan niet van. Ook bij de dansbereed moesten de dansers uit de maat. En maat, dat is precies nou iets waar het bij dans om gaat. Het werd een slome wandelclub, je had het moeten zien. Tiesto op de banjo en Armin op de mandolin. Ach, kijk eens aan, zo kan het gaan. De hele dansbereed was naar de maan. Ze noemen hem Erasmusbrug, maar ik noem hem Sjaan. En Sjaan, daar is de hele stad al overheen gegaan. Hoe is de espresso? Een actrice en een schrijver. Jacqueline de Blom en Ernest van der Kwast. Volgende week in Hoog. Er zit een raar soort bittertje in. En dat zit er toch altijd in koffie? Er zit ook nog een soort... Ja, maar hij heeft maar 2 of 3 dingen te bieden. Je wil van de espresso dat hij meer te bieden heeft. Ja. Kijk, het uitzicht is goed, hè? Ik raak bijna niet, ik kan bijna, het is niet de plek om te gaan praten. Je kan hier heel makkelijk een uur... Ik ga toch even de espresso recenseren. Ernst gaat even door, ik kijk ondertussen even rond.